De NPS Jongerenraad organiseert morgen een Jongerenondernemersdag, gecombineerd met een talentenjacht. Zij doet dit in verband met het 70-jarig bestaan van de partij op 29 september. Als echte ondernemers zullen schoolgaande jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar hun koopwaar aanbieden op een speciaal ingerichte markt. Zo wil de Jongerenraad het ondernemersgevoel bij jongeren aanwakkeren en stimuleren. Afgelopen donderdag was er een teach-in in Grundjari. We hebben gevraagd om geen eten te verkopen die dag, want dat gaan wij van de Jongerenraad zelf doen. Je begrijpt, het is een politieke organisatie. Wij bieden wel ruimte voor jullie om jullie ding te doen, maar we willen als Jongerenraad ook een beetje verdienen. Niet verdienen op jullie hoofd, hoe men het ook nog zegt, maar we willen wat verdienen om ons werk ook nog te kunnen doen. Want we willen niet alleen hier in Paramaribo blijven, we willen ook de districten aandoen en kijken wat de behoefte is onder de jongeren. Misschien kunnen we dit project ook meenemen naar de districten en de jongeren een beetje triggeren om 's middags na school niet te gaan liggen slapen, maar om iets te doen. Natuurlijk is je rust ook belangrijk, maar het is ook belangrijk om niet te blijven liggen, maar ook iets te doen. Aldus Rachelle Giddings, de pasgekozen voorzitter van de NPS Jongerenraad. Op de jaardag van de partij zal de raad een culturele avond organiseren, gevolgd door een jongerendebat op 30 september. Giddings geeft aan dat jongeren geen geld kunnen maken als ze blijven stilzitten. Het is belangrijk dat je je talent gebruikt om te kunnen verdienen. En daarom ben ik op het idee gekomen om dus een jongerenondernemersdag te organiseren. Het is ook belangrijk dat de mensen weten dat het geheel gratis is. De Nationale Partij Suriname zal dus zorgen voor accommodatie van de jongeren. Ze krijgen een tent, een tafel en eventueel 3 stoelen. Als men dus meer wil hebben, kan dat ook. In afstemming natuurlijk met de jongerenraad. Maar de voorzitter is altijd iemand geweest die jongeren wil power. Dus toen ik dat hoorde, had hij zoiets van, nee, dan moeten jullie het maar doen. En ja, jongeren moeten ook leren om zelfstandig te zijn. Vooral in deze crisisperiode zeg ik van, als je een beetje bij kan dragen om mama te helpen, om je schoolspullen te kopen, is het meegenomen. We hebben barber, dus je gaat je haar niet meer knippen. Zondag kom je naar Grundjari en je komt je haar hier knippen. We hebben ook dames die natural hair kunnen vlechten. Dus je gaat je haar zaterdagavond mooi wassen en in wat knotjes zetten. En zondag kom je haar hier vlechten bij Grundjari. We hebben genoeg kapsters. Nogmaals Rachelle Giddings, voorzitter van de NPS Jongerenraad, die morgen een Jongerenondernemersdag en talentenjacht organiseert in Grundjari. Aan de talentenjacht mogen jongeren van 13 tot 18 jaar meedoen. Het geheel begint om 10 uur 's morgens.